Yo guys, welkom terug bij een nieuwe video. Jullie zullen het niet verwachten, maar het is eindelijk gelukt. Ik heb mijn eigen facecam. Het duurde even, maar ik heb het gefixt. Ik was gewoon een beetje te lui om het te zoeken. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan gewoon zo meteen naar Geometry Dash toe. Nou, heel snel. Ik zal de video zo meteen niet meer ophouden. Like en abonneer natuurlijk zeker. Hoeft niet, maar doe het wel als je natuurlijk een baas bent. Dan gaan we naar Geometry Dash. Nou, zoals jullie zien zitten we nu in Geometry Dash. We gaan niet zomaar Geometry Dash spelen. Ik heb waarschijnlijk al verteld over mijn stads. Ik ben het even vergeten. Maar ja, mijn demons waren namelijk weg. En dat is heel vervelend. We gaan vandaag een paar Challenge Dorami levels spelen. Challenge Dorami. Goed. Dan gaan we naar page 344. Daar heb ik al een keertje gezeten. En daarom, die had ik van vorige keer, maar toen had ik geen schermopname meer. Ik ben heel even geen Dorami. Kijken of ik echt moet. Oké, ja, dan ben je niet. Ik ben Dorami. Oké, daar gaan we. Nou, nee, ik ben niet Dorami. Als Dorami dit zou kunnen, dan zou ik het echt niet geloven. Maar dit is echt niet te doen. Kom. Dus eigenlijk moet die gast zichzelf een noob, want ik weet dat hij dit niet kan halen. Hè? Ik speel op 60 HZ, het is echt niet te doen. Goed. Challenge Dorami bij Elara. Nou, dat wordt ook wel wat, denk ik. We gaan geen geheime weg gebruiken. Oh, maat. Ik ben een van de beste uitspelers, maar vandaag ben ik dat niet, omdat ik praat. Maar ik doe het natuurlijk wel voor jullie. De Real. Echt, heel veel mensen beginnen met de Real, omdat ze echt zo'n fan zijn van Dorami. Oepsie. Ik krijg nu al die meldingen weer binnen natuurlijk. Op monden. Nee, niet doen. Nee, stop met de meldingen. Dat ging goed. Overleven, Jesse. Ik doe echt mijn best. Jongens, zijn jullie bang voor me? Oeh, maat. Oeh, dat was echt close. Dat was, maar gelukkig is het niet omgedraaid, want dan had ik nog een probleem. Goed, we gaan nu vandaag nog heel even één ding doen. We gaan namelijk mijn eigen Challenge Dorami level maken. Ik ga eventjes laten zien. Ik ga het proberen. Dit level heb ik 2 jaar geleden gemaakt of zo. Dus ja, ik weet niet meer precies hoe die zit. Ik ken hem ook niet meer heel goed, want ik heb er ook niet naar omgekeken. Maar we gaan hem gewoon proberen. Nou, ik weet dat je dat moet doen. Ik weet dat de ball jump bijna onmogelijk is. Maar die heb ik echt 30 keer moeten doen voordat ik hem 1 keer kon halen. Kijk, deze. Ja. En daar heb je nou een probleem. Want kijk, ik laat wel even wat zien. Als je dan denkt, hè. Dat je dan... Ja, ik zit er nu heel verkeerd voor, hoor. Nou, dan denk je op een donder... Oké. Dan denk je op een gegeven moment... Oh, nee, wacht. Terug. Dan denk je hier zo, als je deze jump hebt gehad. Van, waarom blijf ik niet klein? Dus dan ga je omhoog. Nee. Eerder al... Nee, weer niet. Nee, ook al niet. Maar ja, als je dan groot blijft, want ik zal even laten zien wat hier achter dit ding is. Want ik ben nu op zijn kop. Ik kan dit echt niet meer, jongens. Dit is echt niet te doen. Ik zit ook echt met die power source button. Oké. Heb je dit eindelijk gehaald, dan kan je denken dat je er bent. Dat kan ook. En dan moet je dit nog doen. De meest moeilijke straight fly die men ooit heeft gezien. Oké, ja, en dan nog een beetje vol. Oh, ik ging er nog bijna dood, jongens. Ik ging er nog bijna dood. Nou, hoe dan ook. Dit was wel de video. Vond je dit nou een leuke video? Beloon hem dan zeker met een duimpje omhoog. Ik heb namelijk facecam, dus dat zal het wel fijn maken. Nou, like en abonneer. En tot de volgende keer dan maar weer. Adios.